Leuk dat je kijkt naar een nieuwe gamewijze video. Vandaag speel ik weer Star Stable. Deze hele maand speel ik eigenlijk Star Stable als er een gamewijze video online komt. Het is namelijk december en dat betekent dat ik meedoe aan Vlogmas. En dat betekent weer dat er iedere dag een nieuwe video online komt. Ja, iedere dag. Echt waar. Ik hoop dat het me gaat lukken in ieder geval. Nou ja, ik ben weer op Star Stable. Ik weet niet zeker of mijn vorige video online is gekomen omdat ik problemen had met de beelden. Waar we een beetje zijn gebleven is dat we dachten dat deze schurken bij deze omgeving iets te maken hadden met de dief die in Moorland is. En blijkbaar hebben zij ook last van de dief of is er iets dat zij het niet kunnen zijn. En we moesten eventjes een dagje wachten en nu kunnen we meer met ze praten. Dus let's do it. En we praten nu met onvriendelijk persoon. Haas je naar de vuurtoren zodat wij de dief kunnen betrappen. Oké. Je moet op je paard zitten om voor deze missie. Ik ben trouwens vandaag aan het vloggen. En ik ben op dit moment ook eventjes aan het filmen dat ik gamewijze aan het spelen ben. De vlog die vandaag online komt, ik weet niet welk nummer het is. Of de vlog die ik vandaag opneem, daarvan weet ik niet welk nummer het is. Maar even denken. Oh nee. Hè? Zit hij nou bij ons achterop? Als je klaar bent. Wat? Hij zit gewoon bij ons achterop. Oh, gaat die rug dan van ons paard niet doorkrakken, zeg maar. Oh, dat ziet er zo ja, zwaar uit. Oh, jeetje. Wedstrijd niet geslaagd, sorry. Maar wat ik wel kan vertellen over de vlog is dat het een vlog is op een zondag. Dat ik vertel, eigenlijk wilde ik vandaag niet eens echt gaan werken. Want ja, hoefwijzer is wel mijn werk, zoals de meeste van jullie weten. Maar dat ik toch gewoon wel zin had om een gamewijze video op te nemen en ook een vlog. Dus ja, waarom dan niet toch? Ik heb toch heel leuk werk eigenlijk. Ja, het is eigenlijk, ja, het is niet alleen mijn werk. Het is mijn grootste hobby en passie. En ik kan met dit werk ook gewoon lekker met mijn andere passie bezig zijn. En dat is bij de paarden zijn. Eigenlijk is filmen en paarden zijn mijn grootste hobby's en passie. En kan ik door mijn werk, door hoefwijzer, daar elke dag mee bezig zijn. Dus dat is wel super leuk. En we zijn nu bij de vuurtoren. Race gefinished. Oké. En nu moeten we weer praten. Hij staat binnen. Open voorzichtig de deur, zodat wij de dief... Oké. Moet ik afstappen? Dat lijkt me wel, want ik denk niet dat je met een paard een vuurtoren ingaat. Ja. Het zou wel cool zijn. Maar... Oh, moet ik wel op mijn paard zitten? Oh nee, grapje. Ik ben wel benieuwd wie de dief is. Of loopt hij nou naar ons toe? Is dat het beeld? Bang, ik ben door iets geraakt aan mijn hoofd. Volgens mij word ik duizelig. Alles wordt zwart. Hallo, ben je wakker? Hold zwart. Hè? Heeft die oma... Is dat de dief? Ik snap het niet meer. Is de hoofdpijn al afgelopen? Wat doe je hier? Ik hoorde een vreselijk geluid. Oké, denkt ze nu dat wij de dief zijn? Jij hebt geen idee hoe die trofee in jouw bezit is gekomen. Hebben we nou een trofee? Ik had nooit van jou verwacht dat jij zoiets zou doen. Volgens mij probeert iemand de schuld op zich te nemen voor alle diefstal. Hè? Dus nu... Ik snap het niet meer, maar ik heb geen zin om de tekst te lezen. Rijd naar het strand en confronteer de dief. Zouden die schurken nu toch wel de dief zijn? Dat ze ons gewoon zo in de val getrapt hebben? Nee, we gaan het zien, want we gaan nu naar het strand toe om de schurken te confronteren. Ik heb trouwens nu even een ander setje aan. Moet ik hier zijn? Ja. Gisteren had ik opgenomen. Of was ik online? Ik weet het niet meer zo goed. Volgens mij had ik gisteren ook opgenomen. En toen ging ik even kijken of ik kleding kon shoppen. En toen kwam ik erachter dat bepaalde kleding meer punten geven. Zoals verzorging, springen. En mijn hond blaft op de achtergrond. Ik weet niet of jullie dat horen.
Maar dus ik heb nog gewoon een setje aan wat allemaal goede puntjes geeft. En dan ga ik ooit wel gewoon een goed setje kopen. Ja. Als ik die tekst zou lezen, zou ik misschien wel begrijpen waar het over gaat. Maar... Zoek naar de gestolen goederen op de boot en kom daarna terug naar de schurk op het strand. Ik heb trouwens bijna 3000 qua punten tot volgend niveau bij Morningstar. Ik weet niet wat dat precies betekent, maar het is vast goed. Oké, dan gaan we even de spullen zoeken. Moet ik dan op deze boot zijn? Oh ja. Aan het zoeken. Moet ik nog een keer hier zoeken? Zou dat helpen? Oh, dus hier zit het horloge in. En hier de taartvorm. Waar de taart dus in heeft gezeten. Die ook gestolen was. Ik vind het jasje eigenlijk nog best wel leuk hoor. Ik heb niet zoveel leuke kleding. Oh wacht, we moeten niet naar deze schurk. We moeten naar deze schurk. Oh, ja joh. Nou, dit praat vast heel fijn zo in de nek van ons paard. En ik begreep dat dit paard eigenlijk nog niet eens helemaal van ons is. Dus ik denk dat ik hem zo meteen wel ga kopen. Want ik heb nu best wel veel monies om hem mee te kopen. Geef de taart voor hem terug. Oké. Dus waren zij nou toch wel de dief? Oh. Kunnen we wel de supermooie horloges terug? Ga ik denk niet doen. Geef de horloges terug aan Tan. Oh, hebben we het teruggeven? Oh, er staat een kat voor mijn deur. Even naar Jenna toe. Ja, een paard. Nou, nu even mijn kat binnen laten. Kom eens hier. Hey. Kom maar, wil je mee Star Stable spelen? Kom maar, dat is leuk. Oh. Ik krijg lekker kont in mijn gezicht. Oké. Welke missies kunnen we nog doen? Beer. Hallo. Gestolen documenten wil ik misschien gaan doen. Wat zijn er trouwens veel mensen nu online? Het is nu een zondagochtend. Nou ja, oké, dat begrijp ik op zich ook wel. Ga maar even bij Thomas, want ik weet dat hij... Oh, zullen we nu ons paard kopen? Beer, wil je even met je staart ergens anders gaan zwaaien, alsjeblieft? Oh, iemand kijkt mijn video's. Ja, we kunnen... wacht even terug. Want ik heb nu 1400, dus 1400 van die muntjes. En ik kan nu mijn paard kopen. Dus ik denk dat ik dat wel ga doen. Omdat je ook best veel punten krijgt. Ik doe het gewoon. Ja. Wat maakt het uit? Dus nu is het paard van ons. Denk ik, of bijna. Yay! Het paard dat je geleend bent, is nu van jou. Je reputatie is verbeterd. Je bent nu populair, oké. Oh, iemand die... De dief is ook bij hem geweest. Rijd dichter naar de gemaskerde ruiter toe en pak Thomas' documenten terug. Nou, dat wil ik wel doen. Moet ik dit volgen? Dit was eerst nog niet. Oké. Oh, hè? Rijdt hij nou voor ons? Is dit hem? Oh, hè? Ja, hij rijdt gewoon voor ons. Had ik hem niet gezien. Kunnen we hem pakken? Oh. Oh ja, nu gaat hij weg. Oké. Dan moeten we weer terug. Ik had helemaal niet in de gaten dat hij echt ook voor ons reed. Ik dacht gewoon, dat is gewoon iemand van dit spel. Gewoon in zo'n spelen als ik. Oeps. Ik wil trouwens eventjes met jullie over iets hebben. Zien jullie deze mooie trui die ik aan heb? Hij is bordeaux rood en hij is nu te koop in mijn webshop. En mijn polo's, die hebben, als het goed is, nu 20% korting.
Dus je kan een polo kopen met 20% korting, maar je kan ook deze mooie trui kopen. En ze zijn echt heel fijn. Ik heb ze het liefst de hele dag aan. Ze zitten echt zo lekker. Ze zijn lekker zacht van binnen. En ze zijn heel leuk, want ze hebben hier een hoefijzertje. En op de achterkant hebben ze hoefwijzers staan. Dus ze hebben eigenlijk hetzelfde ontwerp als mijn polo's. Breng de kopieën van Thomas Acton naar het gemeentehuis in Silverglade-dorp. Oh, daar ben ik nog nooit geweest, volgens mij. Om daar te komen, neem je de oude Silverglade-weg naar het noorden. Oké. Okay. Nou, ik ben daar nog nooit geweest. Dus ik ben benieuwd. Hebben we weer een nieuw gebied waar we kunnen komen, volgens mij. Kom, paard, niet hier vast blijven haken. Ik had ergens gelezen dat je met level 7... gaat leren springen. En ik kan echt niet wachten op dat moment, zeg maar, dat ik het leer. Want ik wil zo graag leren springen. Dat lijkt me echt zo handig ook. Als er een hekje in de weg staat, dan kan ik er gewoon eventjes vloep overheen. En ik vind het hier best wel schattig. Oh, wacht. Hier is degene waar we mee moeten praten. Raadslid. Oké. Hallo. Felix, laten we even met jou praten. Zoek 5 voorjaarsbloemen en bezorg ze bij Felix in de Rockville winkel. Oké. Okay. Ik vind het echt heel schattig. Wel leuk dat ik weer nou een nieuw gebied heb ontdekt of mogen ontdekken. En hier is een bloempje. Oh! Wacht eens even. Dit herken ik volgens mij. Volgens mij spelen hier wel meer mensen die op YouTube zitten. Hier is nog een bloempje. Ik ga nu trouwens proberen om elke dag even online te zijn. Om een beetje verder te komen in het spel. Met dat ik... wat ik dan ga doen is van die dagelijkse races en... de verzorging van je paard. En even denken, wat kan je nog meer doen? Ja, en klusjes op de stal. Want dan hoop ik dat ik zo'n beetje... XP, zeg je dat zo? Kan verzamelen. Of gewoon ook een beetje muntjes kan verzamelen. Even kijken. Breng deze muizenvallen naar Steve op de boerderij. Net buiten Silverglade-dorp. Oh ja, daar is degene waar we naartoe moeten... Kunnen we nou ook naar dat kasteel toe? Of kan je daar niet echt naartoe? Ik ga gewoon even een missie bij hem doen. Ga naar de silo en vraag Barney om wat graan. De silo staat net ten oosten van Steve's boerderij. Oké. Kan ik hier langs? Yay! Oh, we gaan gewoon over de graanvelden. Ja, dit herken ik wel van andere video's. Want ik probeer nou een beetje bij andere YouTubers te kijken. Van hoe doen zij het? En ja, dit herken ik wel. Oh, nu moeten we bij hem wachten. Oeps, had ik niet gezien. Morgen is hij beschikbaar. Nou, dan gaan we andere dingen doen. We hebben nog heel veel missies die we kunnen doen. Zet de vallen rond Steve's boerderij. We moeten muizen vallen... plaatsen. Gezellig. Bij ons op stal heb ik al een paar keer een muis zien lopen. Maar dat is meestal, ik zie ze meestal lopen als er een kat is. Want dan rennen ze weg van de kat. En ik heb ook een paar keer gehad dat zo'n kat bij ons op stal een muis had gevangen. Ja, daarvoor zijn die katten er eigenlijk. Maar ja, ja. Ik vind dat zelf altijd wel een beetje moeilijk om te zien. Want dan zit je van, ja, je wilt het, ja, ik weet niet. Oh, wacht, hier moeten we niet in, volgens mij. Ja, ja, de muis heeft ook een leven. Maar die kat, die, dat is ook gewoon de natuur. Dus ja, ik laat het eigenlijk maar gewoon. Want als ik er niet was geweest, dan was het ook gebeurd. Volgens mij, ja, ik moet veel meer dan deze kant op. Zo. Oké, ik moet nog één op één plek plaatsen. Maar waar... Ja, yeah, waar? Want... Nu ga ik een beetje uit het oranje gebied, dus ik moet eigenlijk wel meer die kant op. Ik kan de laatste plek voor de
Muizenval echt niet vinden. Stom zeg. Kan ik niet ondertussen even een andere missie doen? Hier, Harold. Of Harold. Ga naar Barney bij de silo om meel te halen. Oké. Okay. No probleem. Oké, okay, moeten we naar de molen toe? Dan gaan we maar naartoe. Even kijken. Hoe moet ik gaan? Zo, ik moet deze kant op. Oh, daar is de molen. Oké. Okay. Oh, ik hoor die molen ook helemaal kraken. Piepen. Moet ik hier zijn? Oh ja. Oei, kan je volgens mij ook racen? Probeer de molenrace. Graag. Oh, ben ik ik ben een level omhoog. Ik zie het nu pas. Ik hoor het geluidje wel. Jee, ik ben level 6. Leg het parcours af en rijd over de finish. Oké. Okay. Daar gaan we dan. Ik heb geen idee hoe we moeten rijden. Dus ik hoop dat het een beetje goed wordt aangegeven. Want bij de andere races, dan weet ik nu een beetje hoe ik ze moet rijden. En hoe ik het, hoe het snelst er doorheen kom. Ja, oké, okay, nu gaat het wel goed hoor. Maar dan zie je dat het zo meteen weer minder gaat. Ja, want dan moet ik hier opeens weer naar links. Dan moet ik hier zeker een scherpe bocht maken. Oh, valt nog wel mee. Zaten er nou konijntjes op dat hek? Wat schattig. Oké, okay. Oh, moet ik hier naar links? Rechts. Zo. Oh, als ik nou kon springen, kon ik over dit hek heen springen. Maar het springen komt nog wel. Er kwam iemand net naar mij toe die vroeg of ik kon springen. Maar nee, jammer genoeg niet. Hoe moet ik dit doen? Waar moet ik naartoe? Waar moet ik naartoe? Ik snap het niet. Oh, heet je. Kan ik hier doorheen? Oké. Hè? Nou, ik volg deze mensen denk ik hoor, want die weten een beetje hoe het moet. Oh. Ja, zij zitten nou ook gewoon de race te doen. Zo handig, kan ik ze gewoon volgen. Jee, race is gefinished. Ga terug naar de winkel met het meel, oké. Okay. Nee, ik kan gewoon hier naar beneden. Zo. Oh, moeten bij hem ook wachten. Nou, dat is no problemo. Want ik ga nu de video afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vergeet zeker een duimpje omhoog te doen als je dat vond. Vergeet ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende keer. Ja, tot morgen. Doei doei!